Karin, we gaan praten over jouw boek. Het GYM, afkorting voor het gymnasium. Ja. Een boek van een meisje, een Surinaams meisje uit een achterstandswijk in IJmuiden, die naar een kakgymnasium gaat en daar totaal verbaasd is over de manier waarop de mensen praten, over de manier waarop ze vakantie beleven, op de manier waarop ze met hun ouders omgaan. Nou ja, een totaal andere wereld. Was dat ook dat grote verschil? Was dat ook de werkelijkheid voor jou? Ja, dat was zeker de werkelijkheid. Het boek is gebaseerd, moet ik zeggen. Het is wel gefictionaliseerd. Maar dat was zeker de werkelijkheid. Dat vond ik het spannende aan dit boek schrijven. Is wanneer je iemand neemt die uit een achterstandswijk komt en van niet-westerse afkomst is. En die gaat naar een wit elitaire plek zoals een zelfstandig gymnasium. Dan komt eigenlijk alles samen. Ja. Dus alle verschillen, maar ook alle... Wat er ook samenkwam, waren dat die verschillen op verschillende niveaus beleefd werden. Sommigen deden vrij bot tegen jou. Mm-hmm. En zeiden van, ja, je hoort hier eigenlijk niet. Of je bent vies. Of nou ja, noem het maar op. En anderen begonnen te applaudisseren als je binnenkwam. Omdat ze blij waren dat dit een meisje was dat het zomaar aankon. Ja. Dat moeilijke gymnasium. Er was een jongen ook op die school die jou pestte. Dat was dan de jongen die racistische taal uitsloeg. En dat op jou toespitste. En op een gegeven moment wordt hij ter verantwoording geroepen. In de eerste plaats door jou, fysiek. Je geeft hem een pak slaag. Om het maar niet erg te doen. Oh, dat is het gedeelte wat je bedacht hebt. Ja, dat had ik willen doen, maar ik ben vrij diepe klein. Wens. Ja. Een hele, hele diepe wens. Die deel jij wel, geloof ik. In de ME. Een jongen in elkaar slaan? Nee, ja, dat fysieke, daar heb ik over gelezen. Nou ja, je verlustigt je wel, want je schopt hem in het kruis. Laten we wel zijn. Ja, dat was een diepe, diepe wens voor mij. Toen ik 12 en heel klein was. Ja. En op die school wordt, althans op dat incident, wordt in die zin gereageerd dat ze jou gelijk geven dan dat ze de jongen 3 weken schorsen. Met andere woorden, het klimaat was wel positief op jou gericht in die school. En mensen die daar discriminerend tegenover stonden, die kregen er van het langs. Ja, dat is zeg maar die, denk ik, wat ik heb willen, of niet heb willen, maar wat... In de tijd dat ik nog jong was, zeg maar, zie je die een beetje krampachtige politieke correctheid. Die leeft heel erg, toenertijd ook extra. En nu denk ik nog steeds op zoiets als het gymnasium. Ik werd enorm onthaald als... Oh mijn god. Here we go. Ja, ik werd wel enorm onthaald als... Waar zien we jou op dit plaatje? Dat bruine vlekje rechtsonder. Oh, ja. Ja. Ja, dus het was. Ik maakte me zorgen toen ik erheen ging, omdat ik me er erg bewust van was dat ik de enige kleurling was. Omdat in de wijk waar ik woonde was dat natuurlijk helemaal niet zo. Er waren veel buitenlanders daar. En ik had gedacht dat ik daarop zou worden aangesproken, dan wel afgerekend. En dat was helemaal niet zo.